Dit is de bewuste put aan de Sijpestein in Almelo. Volgens buurtbewoners komen hier vaak ratten uit. De buurtbewoners hebben contact gehad met de woningstichting en met de gemeente en er zou actie ondernomen worden. Ja. Vraag ik een buurtbewoner, wat heeft u aangetroffen? Ik heb vorige week bij ons in de tuin, zag ik echt eerst een grote muis, omdat we ook muizen achter in de tuin wel eens een keer gezien hebben. Maar het was een behoorlijk grote muis en ik weet bijna zeker dat het een rat geweest is. En toen las ik de berichten van op een of andere site op televisie. Daar was sprake van dat er hier in de buurt veel meer klachten waren en dat er veel meer ratten gezien zijn. En ik weet dat ook een jaar geleden ongeveer, dat er ook een dode rat ergens hier achter in een pad heeft gelegen. Dus ja, vandaar. Is er sprake volgens u van een rattenplaag? Dat vind ik moeilijk te beoordelen, omdat ik verder nog niet van mensen in de buurt veel gehoord heb. Dat durf ik niet te zeggen. U heeft mij zojuist verteld dat u een brief heeft geschreven aan de woningcorporatie. Ja. Dat heb ik inderdaad gedaan, ook naar aanleiding van het bericht wat ik gelezen had. Omdat ik toen dacht van verrek, wij hebben dus ook waarschijnlijk een rat in de tuin gehad. En ik wil wel dat er aandacht aan besteed wordt. Want het is een hartstikke mooie buurt hier om in te wonen. Maar op sommige plekken is er gewoon ook sprake van rommel en achterstallig onderhoud. En ik vraag mij af of dat ermee te maken heeft, ja of nee. Ik zeg niet dat, maar het zou kunnen en of ze daar dan wat aan zouden willen doen. Twente Milieu heeft val. Kooien of vangkooien geplaatst. Weet u daar iets van? Ik weet überhaupt niet dat ze daar mee bezig waren. Ik weet dat die dingen bestaan. Dus ja, ik denk dat het op zich een goede zaak is om mee te beginnen als er zoveel overlast is. Ja. Het probleem is gesignaleerd door de buurtbewoners. Ja. En er is contact met woningcorporatie en met Twente Milieu. Ja. En er wordt actie ondernomen. Ja, nou, hartstikke goed, denk ik. En ik hoop dat ze, de oorzaak vinden en daar ook wel degelijk wat aan kunnen doen. Want ik heb begrepen uit de berichten dat er mogelijk wat zou zijn met de riolering. Mocht dat zo zijn, ja, dan hoop ik toch echt dat ze daar wat aan gaan doen. Want ratten in de tuin, we hebben ook een kleindochter. Ik hoop toch niet dat mijn kleindochter of een rattenbeert krijgt of wat dan ook. Hè, dus met ratten in aanraking gaat komen. En dat geldt ook voor de andere mensen hier in de buurt. Ja. Nou, dank u wel voor uw vlotte commentaar. Dank je wel, Henk. Graag gedaan. Twente Milieu heeft inmiddels een aantal vangkooien geplaatst. En het is even afwachten hoe het allemaal verder gaat.